Rustig. David, hierheen. David, het is hier. David. Wat? Hierheen. Ja, maar dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. En ze wilde ook met jou? Ja, kijk, ze wilde het sowieso een keer. En ze zochten nog een geschikte kandidaat. Echt waar? Maar waarom heb je het niet gedaan? Ja, ik weet het niet. Moet ik even over nadenken. Kijk, als ik met een vrouw bezig ben, dan ben ik met die vrouw bezig en zij met mij. En dan, ja, nog een vrouw erbij. Ik weet het niet. Je gek, man. Dit wil echt iedere man. Heb je dit gehoord? David. Wat zeg je? Joris, die kreeg een trio aangeboden en hij moest erover nadenken, zei hij. Waarom? Dat leg ik dan net uit. Ja, je bent gek, jongen. Je bent gek. Die ene die ken je wel. Die zit er altijd. Die blonde? Ja, die blonde. Met de korte haar. Nee, ik kan me niet herinneren. Die andere, die vond ik wel... Ja. Ja, deze ook wel lekker, hoor. Ja. Maar goed, ik heb jou ook nog voorgesteld. Ik bedoel, maakt dus op zich niet heel veel uit. Dat zeg je nu pas? Nee, ik heb je toch gezwaaid. Maar je wilde toch niet? Ja, maar dan weet ik toch helemaal niet dat het voor een trio is? En ze wilde ook wel met mij. Ja, ik geloof dat ze je er wel goed uit vonden zien. Eitje? Nee.